Goedenavond en welkom bij Overijssel in actie. Afgelopen woensdag begon hij aan zijn monstertocht door Nederland langs alle revalidatiecentra. Ik heb het over de tocht van Rob Harmeling. Geluk in beweging challenge, dat was de uitdaging dus voor Rob. Met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor zijn Maartens Foundation. Hij begon hier woensdag om 2:00 in de nacht in Ubbergen in de Maartens Kliniek. En wij volgden hem de afgelopen dagen op de voet. Ben je er klaar voor, Rob? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb samen met mijn maatje Barso Heertum op de dwarslesieafdeling geslapen en dat maakt wel impact. Ja, wat voor impact maakte dat voor je? Dat maak je bewust als je daar komt te liggen. Dan moet je je leven een compleet nieuwe restart gaan geven, want je hebt geen keuze meer. Je bent door een ongeval of ziekte, heb je in één keer te maken gehad dat je lichaam niet meer functioneert zoals het ervoor deed. Ja, daar stond ik even bij stil. Daarvan, ik stap op mijn fiets en ik ga fietsen. En alsof er niks aan de hand is. Dus bewegen is niet zomaar een vanzelfsprekendheid. Erwin, gaat hij dat voor elkaar boksen? Natuurlijk gaat hij dat voor elkaar boksen. Natuurlijk, als Rob het in zijn kop heeft, dan komt het gewoon goed hoor. 1200 kilometer, 6-11 stedentochten achter elkaar. Oh. Ik ben er klaar voor, ik heb er zin aan. Ja, ik heb het gevoel dat ik op de Bonkervaart sta, 11 stedentocht. Ja, ik ben blij dat het niet zo is, want Erben Wennemars is er ook bij. En als het vries is hij niet te houden, weet je wel. Dan gaat het tempo te hard, dus... Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat Rob Harmeling de eerste uur er doorheen slepen. De eerste uren, ja, dat denk ik. Ik moet nu nog even mezelf er doorheen slepen, maar als ik helemaal fiets, dan komt het meestal goed. Geluk in beweging, succes. Ja, dankjewel. Pas een beetje op Rob, hè. Komt goed. Die hier plaatsvindt. Hey, gefeliciteerd man. Ja, joh. Mooi hè, goed je te zien. Hey, niet aan het fietsen. Johan Rekers uit Enschede, wie is dit? Wie tref jij hier? Dit is Mitch Verliezen, mijn collega, die Europees kampioen, wereldkampioen en Paralympisch kampioen is geworden. Oké, nou jij bent natuurlijk ook een Olympische, Paralympische grootheid. Hoe bijzonder is het om elkaar hier te treffen in Zuid-Limburg, Hoensbroek, met Rob Harmeling in gedachten, die zometeen arriveert? Ja, nee, maar dit wisten we wel, dat we elkaar zouden ontmoeten. En ik kom uit Haaksbergen. Vind je dat goed? Mag ook, hè? Ja, ons vraagt met ze even. Hoe voelt dit? Ja, heel gaaf. We zien elkaar over het eerst sinds lange tijd weer. Sinds het wereldkampioenschap? Ja, het wereldkampioenschap was voor laatst. En toen ben ik me gaan voorbereiden op de Spelen in Tokio. Ja. En dat hij nou hier inderdaad in Hoensbroek, op de locatie waar ik eigenlijk ben begonnen met hem biken, dat we elkaar dan nou weer treffen voor het eerst, is ja, super. Goed, en jullie ondersteunen deze actie. Jullie gaan mee handbiken met Rob Harmeling. Mooi hè, deze verbroedering, deze verbinding en dan deze ontmoeting. Ja, en mooi weer erbij, Bart. Ja. Dit is toch mooi? Ja. De kou valt me mee. Ja, ik heb een stukje fiets, dus valt reuze mee. Ja. Allemaal voor het goede doel. Succes, mannen. Ja, dankjewel. Rob, hoe voelt dat, die eerste binnenkomst? Ja. Ik weet helemaal niet goed wat ik moet zeggen. Mond van tanden, gebeurt niet zo vaak bij Rob Harmeling. Nee, ik val even stil. Vraag die jongens maar even. Okay, goed gegaan, de eerste etappe? Ja, ik begon vannacht al met startschot. Ruben van der Laar die deed op de motor waarmee het ongeluk heeft gehad. En daardoor met een dwarslees in de rolstoel is beland. En voor hem was daar een klein beetje meer zeg maar symbolisch, een symbool van ik ben nou echt op weg naar nieuwe doelen. Okay. En mooi, ik kan niet. Mevrouw, wat vindt u van deze actie van Rob Harmeling? Ik vind het een prima actie, want we zijn allemaal gebaat bij goede zorg. Oké, uw mevrouw, uw reactie. Ja, dat is helemaal top, hè? Hoe zijn de benen? De benen zijn goed. De moraal nog beter. Zet hem op. Dankjewel. Hoi. Thank you.
Doe het zelf, of fietsen maken? Nou, dat is niet echt maken, hè. Dat is gewoon de wielen erin. In elkaar zitten. Dus dat moet nog lukken. Ja. Ja. Voor een speciale tocht? Ja, zeker. Ja. Een stukje mee fietsen met Rob, die voor de Maarts Foundation flink wat kilometers aan het wegtrappen is. Dus ik ga hem een beetje helpen, een beetje uit de wind zetten, want hij heeft nog veel kilometers voor de boeg. Ja, met wat voor gevoel doe je mee? Wat gevoel? Nou ja, dat ik toch een klein beetje steentje bijdraag en dat goed is. En ik doe het graag voorop. Okay. Hoe ging je erop? Ja, in het begin een beetje klimmetjes en hadden we wat problemen mee, maar dat is niet erg. En daarna moesten we even tempo opvoeren. Nog een serieuze demarrage van Mitch van Lies, die wou we even afrijden. Maar ik denk, dat gaat niet gebeuren. Het weer zit enorm mee, hè? Ja, nee, we hebben alles zit mee. Ja. Ja. Je hebt inmiddels 234 kilometer gereden. Ja, ja op 600 meter na. Ja, dat doen die kinderachtig, ik reken het helemaal goed. Ja. En moeten er nog 1000 volgen? Ja, maar als er allemaal zulke kilometer zijn, dan kom maar op. Ja, het doet niks met de moraal. Alleen wel maar beter. Ja. Fijn om in Eindhoven te zijn. Ja, ik ben regelmatig in Eindhoven geweest, maar ook hier niet, dus ik ben benieuwd. Hebben we nog eens met een soepje? Ja. Dat smaakt. Ja, smaakt zeker, ja. Ik heb 100 keer gefietst, hè. En Rob al meer dan 200. Hij zit over de helft van deze dag al. Ja. En het is nog maar 12 uur. Stand van zaken, update. Hoe gaat het met hem? Ja, het gaat goed met hem, hoor. Het gaat echt goed met hem. Hij houdt zich mooi rustig. En het is, wel, ja, het is toch ook wel intensief, hè. Met al die mensen die mee fietsen, het is soms een beetje onrustig. En vooral als al die revalidanten mee fietsen, dan moeten we toch een beetje op wachten. Dus het duurt altijd een poosje voordat er weer een normaal tempo in de groep zit. Maar ik vind het wel leuk. En het is prachtig weer. Nou, wat wil je nog meer? Lunchtijd, Johan. Hoe gaat-ie? Ja, wacht even. Ik kan niet goed eten. Hè? Ja, gaat goed. De bedoeling was dat ik na 15 kilometer op werd gepikt, maar de materiaalwagen was er niet. En toen werd het 100 kilometer, dus... Ik heb mijn etappe al een beetje gehad. Oké, okay, maar je zit er doorheen nu ook? Of? Nee, absoluut niet. Nee, het is fantastisch weer, man. We hadden wind mee. We gingen naar beneden heen, dus nee, het gaat hartstikke goed. Hoe gaat dat op de fietspaden en gewone wegen? Want ja, er is geen weg voor jullie vrijgemaakt. Is dat allemaal een beetje te doen? Ja, dat is te doen. Maar je moet wel echt kort in het wiel zitten bij Harmelink. Want anders ben je hem kwijt. Jullie hebben meegemaakt op de Hoogteberg en zo gaat het hier vandaag ook. Dus ja, okay, ja, dat gaat goed. Dat is een beetje het lastige. Bij elkaar blijven. Nou, lastig niet. Gas geven. Eet smakelijk. Oké, dankjewel. De volgende etappe gaat naar Den Bosch. Ja. Kun je dat volhouden? Dat zal toch wel moeten, ja. Dat, ik ga... 33 kilometer. 33 kilometer, dat moet nog gaan, ja. Ja, ik heb, op je oude dag? Ik heb medelijden met Rob, dat hij 1200 doet. Dat zijn toch serieuze afstanden. Het lijkt wel steeds dat het gekker en gekker moet worden, want het is in tegenwoordig, hè, al die lange fietstochtjes. En ja, ik hou het bij 33. Erben, jij doet de woordvoering nu. Dat is een speciale reden. Ja. Nou, Rob moet een beetje rustig blijven nu. Hè. Het is nu wel, hij heeft ruim 300 kilometer al. Wat? 330, 340 kilometer al gefietst al. Dus de vermoeidheid begint een beetje toe te slaan. Dus hij moet nu even echt gewoon uitrusten. Ja, is dat een beetje vermoeidheid of is dat echt een stuk kapot? Nee, nog niet. Maar kijk, één dag 400 kilometer, dat wilde wel een keer. Maar hij moet morgen en overmorgen nog een keer 400 kilometer. Dus dat is gewoon hartstikke zwaar. En we zijn nu midden in Rotterdam. Nou, dat is echt, dat kennen wij niet, hè, in het oosten van het land, met al die wegen hier. Dus dan moeten we zometeen ook nog weer uit. En dan wordt het donker zometeen. Dus nou, het zware stuk gaat nu eigenlijk pas echt komen. Dus ook een beetje voorzorgmaatregelen. Tot nu toe heeft hij steeds elke halteplaats pers te woord gestaan. Ja. Maar dat kost kennelijk ook veel kracht. Nou, dat kost ook heel veel energie. En hij heeft al, ja, wij doen iedere keer maar een etappetje. Dus ik ga hier eventjes de mensen te woord staan. En dat vind ik eigenlijk ook hartstikke leuk. Ik ben ook wel benieuwd naar wat ze hier te vertellen hebben. Ja, we hoeven ons geen zorgen te maken. Nee, zeker niet. Nee. We blijven gewoon we blijven lachen, toch? Of niet? Ja, zeker. Zeker, ja. Rob, hoe gaat het met je? Gefeliciteerd met het behalen van deze, ja, bijzondere, het bereiken van deze bijzondere mijlpaal. Ja, nee, absoluut. Nou, je hebt het zelf meegemaakt. Het is een aaneenschakeling van ja, bijzondere momenten. En ook het koud. Ja, ja. Ben je verkleumd over je hele lichaam? Jas komt er nu aan. Een jas voor je gehaald op dit moment? Ja, maar
Het is toch een hele lange dag, maar ik weet al niet goed wat ik moet zeggen. Nee. Woorden ontbreken nu. Zo'n enorme fysieke inspanning. Voelt het ook aan je lijf? Ben je moe? Dat valt helemaal mee, maar het is ook vandaag al die mooie verhalen op revalidatiecentra en allemaal dat ze dankbaar zijn wat je doet en dat ze ook zeggen dus dat het nodig is. En dan weet je zeker dat je op de goede weg zit ook met wat je met de foundation wil gaan doen. Ja, wat is het mooiste wat je vandaag gehoord hebt? Ja, mooi. Ja. Hoef je niet te beantwoorden. Nee, ja. Waar verlang je naar nu? Mijn team even helemaal compleet te zien, want heeft me echt, ik heb zo'n mooi team, dat is echt, die hebben me echt, die zorgen voor me, die zorgen dat ik veilig, dat ik hier sta, dat is hun verdienste. Verlang je stiekem ook naar een biertje of niet? Nee. Gaat er niet van komen, hè? Nee, een warm soepje of zo, ik weet niet. Lekker een warm bad misschien en in je bed liggen straks? Maar dat komt nog wel. Slapen haal ik van volgende week een keertje in. Rob, goedemorgen. Welkom in Wijk aan Zee. Hoe gaat het met je? Ik had een slechte etappe. Eerlijk is eerlijk. Hey Leo, ik heb mijn knieën gestoten. Ja, in alle vroegte Wijk aan Zee, daar staat u dan op slippers voor een bijzondere dag. Ja, ik ga Rob een stukje meerijden naar Amsterdam waar ik woon. Dus ik zit in de auto net te denken wat een bijzondere prestatie wat hij aan het doen is. Maar Rob is bijzonder. Amsterdam. Rob, jij zit met een zucht, maar ook een zucht van opluchting. Ja, de tweede etappe naar Amsterdam toe was weer hoopvol, ging goed. En met die knieën heeft een paar sprintjes en een rekoefening en een paar dingen gekeken of er geen schade was. Want dan moet je gewoon stoppen, helaas. Maar ik heb hem gestoten vanmorgen en die pijn ging niet weg en dat kostte zoveel energie met die kou. Ik raakte echt, zeg maar spreekwoordelijk, wat ze met fiets hadden zeggen, echt diep in de wak. En ik denk, nou, als dat maar goed komt. Ja. Maar ik ben er weer. Er is nog nooit iemand geweest die in 3 dagen zoveel kilometers heeft gefietst. Er zijn wel eens mensen die dat in 1 dag doen. Maar dan ben je helemaal kapot aan het eind van die 24 uur. Maar daarna kun je herstellen en dan gaat het over. Maar in zijn geval is het zo dat hij 3 uur slaapt en dan mag je weer. En dan weer 3 uur slaapt en mag je weer. Dus dat is het afmatten in te gaan. Maar hij doet het eigenlijk heel goed. Nou, dit is echt een grote en warm welkom. Mevrouw, u klapt uw handen stuk bijna. Ja! Alles voor Rob, voor het goede doel. Alles voor het goede doel. Alles voor het goede doel. Okay. Waarom zijn jullie hier? Wij zijn hier aan het revalideren voor wat er is gebeurd met ons. Ja, wat is er met jullie gebeurd? Nou, ik heb een ziekte en hij is, zeg het maar. Ja, ik heb een dwarslesie opgelopen tijdens mijn ongeluk dus. Als je dit dan ziet, geld inzamelen voor mensen zoals jij? Ja, ik vind het gewoon mooi om te zien, ja. Hallo Bilal. Hi Bart. Meesterknecht van Rob. Ja, op dit moment wel. We lossen elkaar goed af en het gaat allemaal goed. Maar in de steden is het een beetje drukte. En dan is het haast niet te doen met al die stoplichten. Rob in de startblokken voor de langste etappe, 169 kilometer. Ja, nou, wind in de rug volgens mij, hoop ik. Nee, ik voel me weer goed, dus dat maakt het niet uit. Hey! Right.
en dan vol in de remmen bij deze statige Friese villa. Na 169 kilometer fietsen vanuit Utrecht. De langste etappe. Rob op de fiets mee naar binnen. Rob, de langste etappe zit erop. Ja. Kapot? Dat was een pittige etappe, of niet, Martijn? Ja. Wind je mee, hè? Ook tegen. Zagen jullie fietsen bij de Oostvaardersplassen bijna 50 km per uur? Ja, het was een windje lekker mee. Het was wel even lekker. Er waren bijna gratis kilometers. Ja. Geen lichamelijke klachten? Zeg je? Geen lichamelijke klachten? Ja, nee. De fanfare voor jou, Friese fanfare. Fietst hier verder door dit verzorgingshuis en zijn vier secondanten, waaronder Herman van der Zand, die volgen. Herman, lekker kapot? Ja, het was wel zwaar. Het was lang en het was zwaar. Maar we hebben hem er doorheen gesleept. Dat is het belangrijkste. We hebben maar een klein stukje gedaan. Hij moet nog verder, maar het ging wel goed. We hadden een gunstige wind en af en toe een hele ongunstige wind, maar we zijn helemaal kapot eigenlijk. Ja, ja. Topsnelheid, boven de 50? Ja, ja, stukken wel. In de Flevoland bliezen we met de wind mee. Dat was het. Ik weet niet, het ging belachelijk hard. Maar we moesten ook af en toe het hoekje op. En dan hadden we het wel zwaar hoor. Dat was wel echt lastig. Ja. De Euterpen van varen uit Beetse Zwaar. Speciaal voor jullie, speciaal voor Rob. Ik hoor wat ze spelen, de finish tune van de Tour-etappe. Dus dat is heel toepasselijk. Voelt lekker. Ja, we zijn blij door te zijn, dat kan ik wel zeggen. De kilometers die voelen echt alsof je nog een berg opreed. Hij vroeg, hoe ver is het nog? Ja, 8 kilometer. En een kwartier later was het nog steeds 8 kilometer. Okay. Applaudisseer even voor die tune. Ja, dat is geweldig. Dankjewel. En hier is Rob. Rob, goedemorgen. Morgen. 2550. Lieve hemel. Nou, de hemel zit boven weer. Ja. Goeie actie. Ja. Dit is het 1000 kilometer punt. Dat markeren we natuurlijk hier op de weg voor de fietsers die eraan komen. Ik blijf het markeren. 1000 kilometer punt! Dit moet een blijvende herinnering worden. Het 1000 kilometer punt van deze hele bijzondere challenge. Rob, je zus, je moeder, hoe voelt dat? Fijn. Ja, ja. Ontvoert het ook een beetje? Ja. Zie je het. Rob, dit was wel een etappe, hè? Wat je onderweg tegenkwam. Leuk, hè? Ik ben druk bezig op een alternatieve manier. Ja, ik word nu al gelost. Nou, het is groen en glooiend hier in Arnhem-Noord, zoals je dat van Arnhem verwacht, bij revalidatiecentrum Klimmendaal. En daar kumpt het spul aan, zo zou je het kunnen zeggen. Daar komen ze aan. Rob voert het kleine peloton, een mannetje of 15, aan. Finish van de voorlaatste etappe. De arm gaat omhoog, de puist wordt gebald. Rob, nog één etappe. Nog één etappe. Een korte. Ook hele korte. Ja, een hele korte. Ja, alles voel je op dit moment. Er kan veel gebeuren. We hadden helaas een valpartijtje. Okay. Maar alles is gelukkig goed afgelopen, dus de sterren staan ons goed gezind. Ja, valpartijtje, was jij daarbij betrokken? Nee, ik was een ploegenmaatje van mij. Dat vind ik natuurlijk wel jammer, maar alles gaat goed gelukkig. Ja, daar schrik je wel van dan? Ja, natuurlijk. Dan besef je maar weer hoe dankbaar je moet zijn dat je
dat je niks overkomt, zeg maar. Ja, dat er iets mis kan gaan. Ja, natuurlijk. Ik heb met zo'n event van 3 dagen ben je onderweg, maar het is ook niet met verkeer altijd ongevaarlijk. Goed. Jij mag naar binnen. Je gaat verzorgd worden. Je gaat je klaarmaken voor de laatste etappe. Ja, zeker. Heel veel succes. Dankjewel. Gaat goed komen, denk ik. Je bent zeker. Geluk in Beweging Challenge. Rob. Hoi. Ik ben er. Ja. Ik zit erop. Hoe was het? €85.000 met een rondje fietsen door Nederland. Ja, ja, dat is ongelooflijk. Want we duiken toch in een gat in het vacuüm van revalideren en dan. Dus vrij onbekend. En wat ik al zei, in eerste instantie is het puur om aandacht te vragen voor de revalidant en gezin. Dat er echt een vacuüm is op het moment dat je gewoon zelf je plek moet vinden in de maatschappij. En wanneer mensen dan daarin geloven wat je wil gaan doen met de programma's van Geluk in Beweging. Ja, dan, en de bevestiging bij alle klinieken, dat was het. Dat kregen we constant te horen. Dan weet je dat je op de goede weg zit. En wij zijn er gewoon klaar voor om aan de slag te gaan. En dit is dan gelijk, hier kunnen we al mee aan de slag. En daar ben ik super trots op. Ja, hoe zwaar was het? Goh, weet je, ik moet het laten bezinken. Want ik waren 14 etappes, maar 14 hele bijzondere verhalen, Bert. En... dat gaat in vogelvlucht, maar we zeiden tegen elkaar, je slaat het wel op. Dus ik denk dat de komende weken dat we heel vaak nog een keer bij elkaar gaan komen of appen. Maar er is zoveel gebeurd. En alles bij elkaar. Maar wat ik al zei, we hebben alleen maar met een grote big smile hebben gefietst en plezier gehad. En we hebben ook momenten dat we echt... het is een bas met een lach en een traan. Als we in de revalidatieklinieken kwamen en... Mensen vertelden hun verhaal dat ze ergens mee struggelen of hoe ze de weg omhoog probeerden te beklimmen. Ja, dan waren we heel erg dankbaar dat we op ons fietsje konden stappen en weer verder gaan rijden. En het was echt met een lach en een traan. En wat ik al zei, die mensen waren echt een vonk voor ons. Want het was een hele pittige uitdaging. Is dit mooier dan Parijs of een toeretappe winnen? Ik voel aan mijn lichaam dat dit de zwaarste inspanning ooit was. Ja, echt? Ja. Mijn moraal is goed en ik ben een gelukkig mens. Maar binnenin doet alles pijn. Fysiek gezien. Maar gefeliciteerd, man. Ik vind het echt knap. Dankjewel, Bert. Je hebt me wel uit het wiel gefietst hè, vanochtend. Ja, dat was mijn enige doel voor vandaag. Tot zover Rob Harmeling in actie. Tot zover ook Overijssel in actie. Rob Harmeling heeft dus €85.000 opgehaald voor de Matens Foundation. Geluk in Beweging Challenge 2021 zit erop. Wat mij betreft bedankt voor het kijken en tot de volgende Overijssel in actie.